Mensen verzamelen nogal wat. Bijvoorbeeld boeken, platen, foto's, tot suikerzakjes en stenen. Wat ons nu zo leuk leek, was om te gaan kijken wat de jeugd van Kuik zoal verzamelt. We vonden al snel een paar echte verzamelaars. Ieder kind spaart in zijn leven wel wat. En als dat een beetje uit de hand gaat lopen, dan heb je een verzameling. We zijn hier aanwezig bij de familie Mastai en naast mij zit Rufina. Zij spaart suikerzakjes. Rufina, hoe lang spaar jij al suikerzakjes? 3 jaar. En hoe ben je ertoe gekomen om suikerzakjes te gaan sparen? Ik ging eerst met mijn vader naar een restaurant en toen kreeg ik een suikerzakje. Ja. En toen was het een hele mooie. En toen zei mijn vader, je kunt niet suikerzakjes gaan sparen. Dus het was eigenlijk meer een idee van je vader dan van jezelf. Ja. En van wie krijg je nou suikerzakjes? Ik bedoel bijvoorbeeld van ooms en tantes of van vriendjes en vriendinnetjes. Van mijn vriendjes, van mijn ooms en tante en soms nog van mijn vader en van mijn opa en oma. Mm-hmm. Ruil je ook wel eens suikerzakjes met andere kinderen? Ja. Met welke kinderen bijvoorbeeld? Met de vriendinnetjes die suikerzakjes sparen. Mm-hmm. Hoeveel suikerzakjes heb je al verzameld? Alles bij elkaar? 187. 187 zakjes. Hoe lang ben je dan al bezig? Weet ik niet. Een jaar of 3 of zo? Ja. Ja, ongeveer? Ja. Dat is al een hele lange tijd, hè? Zullen we eens gaan kijken naar je suikerzakjes. Wat is de mooiste van je hele verzameling? Die bloemen. Pak die eens even. Van wie heb je die gekregen? Weet ik niet meer. Dat weet je niet meer, nee? Heb je ook een suikerzakje met een speciale herinnering? Bijvoorbeeld van een speciaal iemand gekregen? Of daar zit een herinnering aan vast van een vakantie of zo? Ja. Laat eens zien. Deze, toen gingen wij vorig jaar naar Indonesië op vakantie. Heb je daar nog meer suikerzakjes van meegebracht? Nee. Deze komen allebei uit het vliegtuig. Mm-hmm. Toen we naar Indonesië gingen. Zo. En uit welke landen heb je nog meer suikerzakjes? Uit Amerika en uit Griekenland en uit Joegoslavië en uit Duitsland. We zijn hier aanwezig bij Quincy Dinnissen en Quincy spaart monsterzakjes. Quincy, wanneer ben jij begonnen met het sparen van monsterzakjes? Nou, ik had een vriendinnetje van mij en toen ging ik, zij had toen gezegd van wil je ook monsters sparen? Toen zei ik, ja, ik weet niet wat dat is. Toen was ik naar haar toe gegaan, had ik gekeken. En toen dacht ik zo van, ja, dat is wel iets leuks om te sparen. En toen ging ik het ook sparen. En monsterzakjes, moet je mij eens heel even uitleggen wat dat nou precies is, want ik weet het niet. Nou, het is gewoon een zakje en er zit bijvoorbeeld allemaal, als je net zoals die, deze, dat is voor het gezicht en er staat er achterop allemaal. En net zoals deze, die lijkt er heel veel op, maar het is toch geen dubbele. En deze ook, het is geen dubbele. En die krijg jij, van wie krijg jij die allemaal? Of ga je ze zelf kopen? Nee, je hoeft ze niet te kopen. Je krijgt ze gewoon gratis. Maar je krijgt ze van je oma's en opa's. En tantes, peetantes. Dus iedereen is eigenlijk voor jouw verzameling aan het sparen, of niet? Ja, in de familie wel. Ja. En hoeveel heb je er al gespaard? Weet je dan een beetje? Ja, vorige keer had ik ze geteld. En toen had ik er 150. En toen had ik er, denk ik, 3 of zo bijgekregen. Ik weet niet. En er zijn 150 die niet dubbel zijn, dus ze zijn allemaal aparte zakjes. Ja. Zo, dat is een hele verzameling, hè? En ruil je ze ook wel eens met een vriendje of een vriendinnetje? Ja, ik ruil ze wel eens. Dus als je 2 dezelfde hebt, dan ga ik bijvoorbeeld naar Cindy toe. En dan de vraag van, kun je die ruilen? En als zij dan ook dubbel heeft, dan krijgt zij die ik dubbel heb, die krijgt zij dan. En die zij dubbel heeft, die krijg ik. Het allereerste wat je hebt gekregen, welke is dat? Kun je dat laten zien? Ja.
Dat is deze. Die heb ik van de kapper bij de Prima gekregen. Ja, ik weet niet hoe die heet. En wat zit daarin? Dat is voor de haren. Als je dode punten hebt, moet je dat erop smeren. En dan moet je het zo een paar dagen doen en dan gaat het weg. Heb je het ook al uitgeprobeerd? Nee, dat doe ik liever niet, want dan gaan ze zo snel op en dan heb ik er straks niks aan. Ja, dan moet je weer nieuwe gaan sparen. Ja. En wat is het mooiste wat je in je verzameling hebt? Nou, deze monster, die vind ik het mooiste, want die heb ik van mijn oma gekregen. En ik heb gezien dat jij ook nog iets hebt, dat is ook iets heel speciaals. Je hebt namelijk van één merk, heb je een heleboel bij elkaar, hè? Laat eens even zien. Ja. Zet maar ze ervoor neer bij elkaar. Ik kan een beetje die pakken, deze plakken zo. Kijk, dat is een hele serie. Heb je wel eens gezien bij andere kinderen dat die ook een serie hadden bij elkaar, of nog niet? Ja, bij Cindy, die heeft van... Kijk, die potjes had ze een hele serie. Is dit ook een speciale serie die je echt niet weggeeft? Nou, als ik die dubbel heb, ja, ik wou deze eerst weggeven. Maar mama zei, doe me niemand als een plakband om, want die was eerst kapot gegaan. Ja. Nou, dankjewel voor het interview en voor het uitleggen van jouw verzameling. Ja, beste mensen, van harte welkom op deze zonnige Koninginnedag. 13.1990. 40 ploegen staan klaar om de wisselbeker te gaan strijden. We kennen vandaag recordsvestiging in Vianen. Het heetbewijs, het keibewijs en het eindbewijs. Ik wens van mijn kant iedereen veel plezier. Wees zuinig op onze scheidsrechters en maak het niet leuk zelf. Dadelijk zal op het fluitsignaal kan er gestart worden met de speling. Hey, doe nog meer mee. Oh, lekker. Op 12 mei speelden de volleybalteams van Jong Oranje en Jong DDR in het kader van de Philips Cup een drietal onderlinge wedstrijden. Bij de eerste confrontatie in Nijmegen hadden de spelers van Jong Oranje met 3-2 gewonnen.
De tweede wedstrijd werd gespeeld in de sporthal van Oefeld. Volleybalclub Argos organiseerde deze wedstrijd. Met flitsend aanvalsspel wist Jong Oranje de eerste set met 15-8 te winnen. In de tweede set nam Jong DDR al snel een grote voorsprong die het team wist vast te houden. 7-15. Set 3 was weer voor Jong Oranje. De vierde set kon de beslissing brengen. Doch Jong Oranje verloor op het nippertje met 14-16, zodat een vijfde set de beslissing moest brengen. Lange tijd hielden de beide teams elkaar in evenwicht, maar uiteindelijk won Jong DDR deze beslissende set met 9-15, zodat een 2-3 overwinning voor de DDR een feit was. Jong DDR won de laatste wedstrijd in Eindhoven met 3-2. Zij waren dan ook de eindwinnaars, zodat de Philips Cup in hun handen kwam. Tot eind mei trainen de Jong Oranje spelers in de sporthal van Oefeld. Zij bereiden zich daarvoor op het EK in Hongarije. Het centrum van Kuik staat vandaag in het teken van het jubileum van het Prins Bernhard Fonds en de Anje Fondsen. Beide fondsen bestaan 50 jaar. Naast ons staat mevrouw Bunet, bestuurslid van de Anje Fondsen. De meeste kijkers weten natuurlijk wat het Anje Fonds is. Maar kunt u ons kort toelichten waar het Anje Fonds voor staat? Heel kort, de combinatie van het Prins Bernhard Fonds en de Anje Fondsen in Nederland staan voor alles wat met cultuur te maken heeft. Amateurcultuur, cultuur met een grote K, cultuurbehoud, cultuurontwikkeling, alles. 50 jaar is een mooie leeftijd, maar noemt u ons eens enkele hoogtepunten in het bestaan van het Anje Fonds? 50 jaar ben ik niet bij het Anje Fonds, maar hoogtepunten vinden wij als we een hele mooie subsidie kunnen uitreiken. Voor het behoud, denk bijvoorbeeld hier aan het orgel van de Martinus. Denk aan het Smitsorgel in Beers en al die verenigingen hier die kleding willen. En het is nooit zo dat ze 100% krijgen, want ook belangrijk is de zelfwerkzaamheid. Ze hebben iets over, ze zijn belangeloos bezig. Al hun vrije tijd steken ze erin, voor zichzelf en voor alle mensen eromheen. Dat zijn voor ons hoogtepunten. Namens het Anje Fonds Noord-Brabant heb ik subsidie voor jullie meegebracht. Op 13 mei werden de gesneuvelden van Katwijk herdacht. In Kuik en Katwijk was er een herdenkingsbijeenkomst. Aansluitend daaraan maakten we beelden van het defilé. Voor de 44ste en tevens laatste keer werd in Katwijk op de tweede zondag van mei
het feit herdacht dat hier de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvielen. Bij het monument hadden zich na de diensten in de protestantse kerk en de Maria-parochie oud-strijders verzameld van het 26e regiment infanterie en het korps politietroepen, alsmede nabestaanden en andere belangstellenden. Peterpaviljoen, 26e regiment infanterie. En denken wij daarbij tevens aan de slachtoffers uit de burgermaatschappij die hier op... Luitenant-kolonel buitendienst Klomp, in de meidagen van 40, luitenant en actief bij de gevechten hier, hield een herdenkingsrede, waarna het dodenappel volgde. Steeds voor ons deden. E. Barink, soldaat, 1226 FI. D. Beers, korporaal, korps politietroepen. A. Stoets, korporaal, korps politietroepen. J. Tromp, korporaal, 3226 RI. De bij deze gelegenheid traditionele last post deed de oud-strijders terugdenken aan hun gesneuvelde kameraden, waarvan er nog 3 een laatste rustplaats hebben op het Katwijkse kerkhof. Omdat het de laatste keer was dat er op deze manier herdacht werd, gingen alle aanwezigen na de kransleggingen naar het centrum van Kuik, waar een grootse afsluiting plaatsvond van de herdenking. Organisator Jan Hermens, die voor zijn inzet de Kuikse stier ontving van burgemeester Hendriksen, had een defilé in elkaar gezet van oud-strijders, maar ook van een paraatgedeelte van de strootroepen uit Ermelo, alsmede een bonte verzameling legervoertuigen die ingezet werden tijdens de bevrijding van onze regionen. Samen met de genodigden werd deze parade afgenomen door burgemeester Hendriksen en Jan Hermens. Thank you.
deze waardige wijze is er een eind gekomen aan de jaarlijkse herdenking. De herdenking zal in de toekomst worden opgenomen in de landelijke 4 mei-viering. In de schijnwerper deze keer duikteam Atlantis. Ze gaven een demonstratie en waagden voor ons een duikje. Hier staat voor u in de schijnwerper duikteam Atlantis. Een club van 35 enthousiaste mannen en vrouwen die de fascinerende sport duiken beoefenen. Telkens weer is het voor hen een belevenis de onderwaterwereld te verkennen. Een compleet andere wereld. Wie deze sport beoefent, heeft geleerd zich aan te passen aan de omstandigheden onder water. Onder water gelden andere wetten en regels die men absoluut moet kennen. Een goed duiker weet zijn hang naar avontuur en vrijheid dan ook perfect te combineren met een goede kennis en een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en zijn mededuikers. Voordat men gaat duiken, wordt de zogenaamde buddycheck gedaan. Hierbij controleert men uitgebreid elkaars uitrusting. Op die manier kan men veilig duiken en daardoor optimaal genieten van de sport. Maar aan de eerste sprong in het diepe gaat nog heel wat vooraf. Ik ben hier bij de wekelijkse training van duikteam Atlantis. Deze training in het zwembad is noodzakelijk alvorens men met het echte duikwerk kan beginnen. Naast mij staat Karin van den Berg, voorzitter van de club. Karin, ik zie hier van alles om me heen gebeuren. Ik neem aan dat een en ander bedoeld is om vertrouwd te raken met het water en de uitrusting. Kun je mij hier iets over vertellen wat de voorbereidingen zijn en zo? Het is inderdaad in de eerste plaats van belang dat de mensen heel vertrouwd raken met het water en zich veilig kunnen voelen in en om het water. We proberen de mensen daarop voor te bereiden door zwembadtrainingen zonder apparatuur. En natuurlijk vertrouwd raken met de apparatuur. Hoe werkt alles? Hoe kan je er snel mee omgaan? Daarnaast geven we theorielessen. Ook in het kader van veiligheid en vertrouwd raken met en EHBO. Een heel belangrijk stuk is EHBO. Waar bestaat een duikersuitrusting uit en waar dienen al die apparaten voor? Een duikersuitrusting bestaat uit twee dingen. Het is de basisuitrusting. Het is een bril met een snorkel, een loodgordel en de zwemvliezen. Daarnaast ga je buiten duiken maken. Daar heb je dus de duikerapparatuur voor. Om te beginnen natuurlijk een pak om warm te kunnen blijven. En dan luchtcilinders waar de perslucht in zit. Van daaruit zit er een slang met een automaat, een soort apparaat waar je dus onder water mee kan ademen. En dan beschikken we ook nog over metertjes waarop we kunnen zien hoe diep we zitten, hoeveel lucht we nog in onze flessen hebben en een kompas om te kijken welke richting we uitzwemmen. Wouter, voor jou heb ik ook een paar vragen. Als mensen op vakantie gaan, dan wordt nogal vaak makkelijk gedacht over duiken.
Als iemand bijvoorbeeld een korte duikcursus heeft gevolgd, dan denkt men toch al aardig te kunnen duiken. Ik denk toch niet dat het zo is. Kun jij daar iets over zeggen? Zeker, als je gaat duiken, dan kom je in een andere omgeving. In water, het is vochtig en koud. Om daar iets van te begrijpen, zal je zeker iets moeten weten over de natuurkunde. Wat de werking is van het water. Daarnaast zal je ook iets moeten weten over de lichamelijke gesteldheid van een duiker. Nou, daarvoor hebben we een hele opleidingsprogramma. Het begint in verschillende fasen. De fase van snorkelduiker, eigenlijk heel elementair. Je leert zwemmen met de masker op. Dan het echte duiken, zoals we het noemen, de éénsters duiker. Dan is er nog een brevet, tweesters, driesters duiker en uiteindelijk ook instructeur. Maar één ding is heel belangrijk. Je duikt altijd met z'n tweeën en dat leer je. Dus je bent altijd op elkaar aangewezen. En dat is eigenlijk ook een reden waarom ik zeg, van een duikopleiding is gewoon een noodzaak. Duiken vergt veel van je lichaam, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Daardoor kan waarschijnlijk niet iedereen zomaar deze sport beoefenen. Of zie ik dat verkeerd? Nou, duiken staat vaak bekend als een luie sport, maar dat is het niet. Je lichaam ondergaat toch nog wel allerlei krachten, de druk van het water, de temperatuur. En verder is het ook zo dat je, omdat je in een andere omgeving bent, je ook mentaal er goed op voorbereid moet zijn. Wij stellen dan ook dat het duiken eigenlijk een sport is voor volwassenen, die eigenlijk een echte verantwoording op zich kunnen nemen en daar ook bewust van zijn. Kinderen willen vaak graag gaan duiken. Nou, daarvoor zeggen wij, begin eerst met de snorkelduiking. Als ze gaan snorkelen, dan weten ze eigenlijk van wat het nu is om onder water te kunnen kijken. En als ze groter zijn en volgroeid, dan kunnen ze gaan duiken. Jullie trainen ook op noodsituaties. Worden die hier nagebootst of hoe gaat het in zijn werk? Nou, de training heeft als onderdeel het trainen op situaties en wel noodsituaties. Daar wordt ook daadwerkelijk op getraind. We simuleren deze situaties. Bijvoorbeeld dat je je bril kan verliezen onder water of geen licht op hebt. En daarvoor hebben wij ook allerlei oefeningen. Die worden ook zo intensief doorgetraind dat men op den duur het helemaal automatisch kan, zonder na te denken. En dan zeg ik, dan kan je ook veilig duiken. Karin, wat beweegt mensen ertoe om te gaan duiken? In eerste instantie denk ik dat mensen spanning en het avontuurlijke van duiken heel erg aantrekt. Wanneer mensen eenmaal bezig zijn met duiken, vinden ze vaak de rust onder water. Het is toch een compleet andere wereld. Het is evengoed heel avontuurlijk. Je bereikt de schitterendste plekjes waar je normaliter nooit komt. En daarnaast zijn er ook diverse mensen die hobby's hebben, zoals onderwaterbiologie, fotografie of archeologie. De club gaat regelmatig erop uit om met elkaar te duiken. Tijdens een van die uitstapjes is er een ontdekking gedaan. Wat hebben jullie daar allemaal gevonden? Nou, bij een van de laatste duiktrips waren we met een groep van 6 man in Frankrijk gaan duiken. 5 leden van deze club. En daar hebben we een wrak gevonden onder water. We hebben daar resten gevonden van kanonnen, kogels en dergelijke. We hebben er foto's van gemaakt. We hebben laten taxeren uit welk jaar het dateert. En dat is van omstreeks 1600. Dat wil dus zeggen dat het voor ons echt een aanleiding is om dit jaar eind september weer een expeditie op te zetten om verder eens te kijken van wat kunnen we daar nog vinden en hoe gaat het nu in zijn werk. En gaan jullie dan met elkaar, met de hele club? Nou, we gaan dan met de hele club, voor zover iedereen kan. En dat is dan meestal dat we dan daar op een camping, tentenkamp opzetten. Allerlei taken verdelen, dus ook de gezelligheid, een barbecue en dergelijke. Dus niet alleen duiken. Dat. Karin en Wouter, we vonden het heel erg gezellig om vanavond bij deze training aanwezig te zijn. We nemen aan dat het een en ander wel op de video opgenomen zal worden en dat wij misschien nog eens de kans zullen krijgen om daar nog eens iets van te zien. Zeker. Wanneer we dus het filmmateriaal hebben, dan komen we zeker terug.